Welkom bij Paul's Model Train Stuff. Ik zit midden in een project wat volgende week op YouTube komt. En ik had een heleboel hele smerige wielen. Dan ben ik begonnen met mijn railgum om ze schoon te maken. Ik dacht, joh, alsjeblieft, dat moet nog anders kunnen. Dus zie hier een mooi stuk Lego. Een wielen schoonmaakkit. Het is een motor die ik met iets meer vermogen aanstuur dan dat hij bedoeld is. Die zijn kracht overbrengt op deze wielen. Die gaan naar deze twee tandwielen die allebei dezelfde kant op draaien door dit middenste wiel. Ik kan hem openmaken door twee dingen los te halen. En hier kan een wiel in. En ik heb hier toevallig twee hele smerige wielen. Het enige nadeel van het ding, een van de nadelen van het ding is dat hij een ongelofelijke herrie maakt. Kijk, als ik zelf bezig ben, ik maak natuurlijk helemaal geen geluid. Dit ding daarentegen, ja, het gaat een heel stuk sneller. En mijn leven is er een stuk eenvoudiger door. Ik kan er zo een wiel in doen. Ik kan deze dicht doen, er zitten geen sensoren op die zeggen, oh, het is dicht, laat ik aangaan. Nee, ik moet even een kabeltje pakken. Zo, ik heb hier een transformatorblok liggen. Strikt genomen, niet nodig. Nou, je hoort het waarschijnlijk al op de camera. Dit ding draait. Gummetje er tegenaan, ik vind het niet leuk. Maar dat wiel is dus al bijna schoon nu. Kijk, met motorwielen. Als een wiel aan de motor vast zit, dan zet ik gewoon de motor onder stroom. Gummetje er tegenaan en klaar. Maar met deze losse, dat is niet te doen. Misschien had ik er rubber onder moeten doen, of kurk. Ah, deze is wel heel erg smerig, zeg. Je kunt wel merken welk wiel voor de stroompickup was. Nog mooier zou zijn als dit een automatische wasstraat is waarbij er een wieltje inrolt. Hij hier klem komt te zitten, het gummetje er automatisch tegenaan gedrukt wordt. Gekeken wordt met een sensor af dat hij al mooi klimt en daarna de wiel er weer uitkomt. Maar hey, ik had maar een uur. En om uit te zetten, stroom eraf. Zo. Wat een herrie. Maar ook dat heb ik nog niet goed geregeld. Iets met een uitknop. Maar, eens kijken of op camera dit verschil te zien is. Ik zie het heel duidelijk en op camera zie je het ook. Deze glimt een stukje meer dan deze. En dat is niet alleen omdat ik hem onder een bepaalde hoek hou. Dus de geleiding hiervan zal een stuk beter zijn dan die vieze. Wat dan ook de volgende is die ik schoon ga maken. Ik denk dat al met al. Ik hoop dat ik nog kan staan ben als dit draait. Maar dit gaat wel echt tijdwinst opleveren. Ik druk in feite nu de wielen van de trein tegen een paar autobanden aan uit een oude Lego kit. En daar zit dat stuk hier bovenop, zodat dat wiel niet weg kan springen. Ja, je railgum slijt wel zo. Zo. Dus tot zover. Ofwel vanavond komt er een aflevering waar ik deze wielen voor ga gebruiken. Of daar zit een week tussen. Ligt een beetje aan hoe vlot het project wil. Hoe het wil vlotten eigenlijk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.